De margarine zijn opgeblonken. De chocolade is ingepakt. De marsepein is in molten gesneden. De chocolade ligt eens klaar. Speculaas. Hebben we wel voldoende speculaas? Ik moet dat even aan Bakpiet vragen. Jullie zijn er al. Ik had het even niet in de gaten. Ik ben een beetje zenuwachtig. Ja, elke keer als 6 december nadert, dan is het precies alsof er duizenden vlindertjes in mijn buik rondvliegen. Niet echt natuurlijk. Nee, maar alsof er duizenden vleugeltjes in mijn buik heen en weer fladderen. En die kriebelen me. En dan moet ik heen en weer stappen. Heen en weer, ja. Want het is zo spannend, hè. Altijd zo spannend de dag voor we weer over de daken gaan wandelen. Maar misschien moet ik wat afleiding zoeken. Weet je wat ik dan doe als ik heel zenuwachtig ben? Dan zoek ik wat afleiding. Afleiding, Sinterklaas? Ik zal u wel helpen zoeken. Hoe ziet dat eruit, afleiding? Oh, Piet toch? Afleiding? Dat kan je toch niet zien, Piet? En dat kan je dus ook niet vinden. Sinterklaas, nu begrijp ik er niets meer van. Hoe kun je nu iets zoeken zonder iets te kunnen vinden? Piet, afleiding zoeken. Dat wil zeggen, iets doen wat je heel graag doet om ondertussen de tijd wat sneller te laten gaan en aan iets anders te denken. En hoe ziet uw afleiding er dan uit, meneer? Ik lees al eens een boek. Of ik maak een tekeningetje. Of ik speel gitaar, want ik ben een uitzonderlijk goed gitarist, Piet. Ik snap het al. Ja. Zoals ik uw tekening inkleur met mijn wasco's. Dat is mijn afleiding. Dat klopt. Precies, Piet, dat klopt. Sinterklaas, ja. Weet je wat ook altijd helpt? Dat is ademen. Bakpiet, ademen? Dat is toch helemaal geen afleiding? Dat moet je toch altijd doen? Ja. Piet, ik bedoel op een speciale manier ademen. Ja, juist, klopt. Heel juist, Piet. Daar word je heel erg rustig van. Maar hoezo dan op een speciale manier? Toon dat eens voor. Ja, ja. Oh, wacht. Misschien kunnen de kinderen meedoen. Misschien kunnen we het samen doen. Ja. Want voor hen is het natuurlijk ook spannend, hè? Ja, ik zal het even voordoen. Ja. Hè. Dus we doen de ogen dicht. Zijn ze dicht? Ja, ze zijn dicht. Ja. En dan gaan we schudden met de handen. Zo een beetje fladderen, zo. Ja, heel juist. Ja. Maar nu mogen ze hangen naast jou. Oké. En dan adem je in door je neus. En adem je uit door je mond. Zo. Amai. Wel, ik doe dat zo. Ik adem in. Net alsof ik een heerlijke pannenkoek ruik. En dan denk ik hoe lekker die pannenkoek is. En dan blaas ik weer uit. Alsof ik poedersuiker over een pannenkoek blaas. Heel juist, Piet. Iedereen kan het doen op zijn eigen manier. Okay. Niemand kan mis zijn. Zullen we het nog eens doen? Ja. Oké, dus we sluiten onze ogen. We schudden met de handen. We ademen in door de neus. En weer uit door onze mond. Nog eens? Ja, nog eens opnieuw. Ja, ogen dicht. Met de handen. Inademen. En uit. Kom maar, nog eens. Piet, kijk, het werkt. De Sinti vangt al een uiltje. Maar een uiltje? Hier zitten toch helemaal geen uiltjes? Piet, laat de Sint nu gewoon slapen. Want morgen is een belangrijke dag. Kom. Tot morgen vroeg. En adem maar nog eens goed in en uit in jullie bedje. Ja, wat betekent dat uiltje vangen nu eigenlijk? Ah.